Ploegen die momenteel nog in aanmerking komen voor een plaats in Europa volgend seizoen, hebben Seraing en Aalst zeker niet de slechtste kaarten in handen. Hoewel Aalst vorige week een uitstekende kans liet liggen om zich naast Lierse op de vierde plaats te hijsen en dat na een 1-3 nederlaag thuis tegen Beveren. Hier komt de ruime samenvatting. Onze commentator in Seraing is Stefan van Loek. Hier is nog nauwelijks of geen regen gevallen vandaag. Een uitstekend bespeelbaar veld. Dus bij Seraing komen de herstelde Kei en het Mulsson opnieuw in de ploeg. De Niel en de Busser ook hersteld, beginnen op de bank. Jan Keulemans geeft bij Aalst het vertrouwen aan de ploeg die vorige week met 1-3 van Beveren verloor. En scheidsrechter Rode Perret vanmiddag is Fernand Meze. Zo te zien zijn ook de Aalstse supporters van plan om ook in Seraing carnaval te vieren. Georges Heiles met aanwijzingen voor zijn ploeg die in de aanval is met Danny Ngombo richting Lukaku. Lamberto. Ja, mooie bal net over het doel van Hans de Schrijver. Goeie actie van Seraing. We spelen bijna een kwartier. Lamberto besluit over. 12,5 minuut nog te gaan. Mark Schaasters met een hoekschop voor Seraing dat de betere ploeg wel blijft. De kopslag op de lat van het Mulsson en dan weggehaald. Maar het is nog niet gedaan, Lukaku. En opnieuw Schaasters voor zich, Lamberg. En Lamberg voorkomt de nieuwe aanval van Seraing, maar de beste kans van de match, die kopslag van het Mulsson tegen de lat. Kijk. Het Mulsson naar Lukaku en de Schrijver er tijdig tussen. Gevaar geweken. Nog eens een dreiging van Seraing dat het best blijft combineren en ook de beste kansen blijft afdwingen. De beelden nu met Karagiannis. Ja, de beelden heeft het erg lastig. Is het niet met Kimoni, dan is het met Karagiannis. Nu aan de bal. Teppers. Voor Lamberto. Die is vrij, Lamberto. En wie zet er zijn voet tegen? Patrick Teppers. En staat 1-0 voor Seraing. En het is verdiend op 3 minuten van de rust. Hier nog eens. Hij lijkt zijn linker te zoeken om te schieten. Bedient dan Lamberto. Na een wissel van der Hoorn. Lamberto via een Aalsterse voet. En Teppers staat er op de goede plek. En maakt zo zijn derde goal van het seizoen. 1-0 voor Seraing. Een verdiende voorsprong van Wanbeke. Van Ankeren, sneller vertrokken dan Danny Ngombo. En wie Van Ankeren in de 16, het schot op Harald Heijnen. En het was nodig, want Van Ankeren was erg kort bij zijn 10e competitiedoelpunt. Lamberto aan de overkant, Lukaku en 2-0. Kort na die mogelijkheid voor Edwin van Ankeren, de tegenstoot van Seraing. En het staat 2-0 dankzij Roger Lukaku, die wel zijn 10e goal maakt van het seizoen. Hier nog eens de ren van Lamberto. Een goede opening voor Lukaku, die in het gat springt. En door de benen van Hans de Schrijver de stand op 2-0 brengt. En Aalst in de problemen. Temmerman, de beelden. Voorbij Kimoni. Nu nog voorbij Kei geraken. De beelden, de voorzet. Ja, oh, wat een mooie goal van Gilles de Beelden. En staat 2-1. Even dan toch een flits. Even weg van Kimoni. En dan zie je toch wat die man waard is en wat hij allemaal kan. Kijk maar. Voorbij Kimoni. Schaasters kwam nog storen. Kei kwam nog een poging doen om de beelden af te stoppen, maar dan belandt die bal als schotvoorzet in het doel. En het was eigenlijk meer een schot dan een voorzet. En deze carnavalvierders hebben weer wat hoop. Een combo. We zijn nog maar 12 minuten ver. En we hebben toch al wat gezien in deze tweede helft. Lamberto, een schot. Oh, dat scheelde erg weinig. De beelden. Van Ankeren komt mee helpen. Van Ankeren met een combo. Van Ankeren met een gelijkmaker. Nee, Heijnen er goed tussen. En dat allemaal binnen de eerste 17 minuten van de tweede helft. We zijn halfweg de tweede helft.
Een ingooi van Alain de Nil ingekomen voor Red Milson. De Nil naar Schaases, die ontwijkt van Wanbeke. Karaganis, de voet van de vleeschouwer tussen de beelden. Voor de vleeschouwer. 2-4 op dit moment van Ankeren en de vleeschouwer. Goeie paas van de vleeschouwer. Van Ankeren is door. Voorlopig weinig steun. Heijnen pakt hem. Nieuwe dreiging van Eendracht Aalstad. Jaagt op die gelijkmaker. Maar voorlopig Harald Heijnen op zijn weg vindt. De minuten tikken weg. 7 blijven er nog over voor Aalst om wat te doen. Een hoekschop. Heijnen eruit. Meissen opnieuw. De voet van de vleeschouwer tegen de paal. Krencevic dan. Ja, 2-2. En hij staat nog geen 2 minuten op het veld. Eddy Krencevic. Zo pas ingevallen voor Chris Temmerman. En de gelijkmaker voor Eendracht Aalst. Verdiend op basis van een redelijk behoorlijke tweede helft. Hier nog eens de corner. Heijnen er maar half bij. Opnieuw de voorzet. De vleeschouwer tegen de paal en Eddy Krencevic verslaat Harald Heijnen, die tot dusver zijn ploeg recht had gehouden. En de Aalsterse carnavalvieders kunnen hun feest voortzetten in Sarai. Minder dan 2 minuten nog. De ingevallen Leo van der Elst met een vrije schop. Kimoni werkt weg. Opnieuw van der Elst. Van Wanbeke. Van der Elst die haalt uit. En een doelpunt. De winning goal allicht voor Leo van der Elst. Ja, de invallers doen het hier vandaag bij Eendracht Aalst. Red Krencevic en nu Leo van der Elst. Op minder dan 2 minuten van het einde. En het staat 2-3. En ja, carnaval zal allicht nog verder gevierd worden dan anders. Kijk maar, Leo van der Elst. Met Van Wanbeke en dan hard met rechts. Schuivende en af en toe botsende bal en Heijnen geklopt. En zo wint Aalst hier, verdiend op basis van de tweede helft, met 2-3. En komt het voorlopig net achter Germinal Ekeren op de 5e plaats. Ja, dat klopt, u hoorde Stefan van Loock. Dankzij deze zege, belangrijke zege van Aalst, staan de Aalstenaars nu samen met Lierse, Serein en STVV op de 5e plaats met 24 punten. Voor het gezelschap van Aalst terug, vanuit Serein terug richting carnaval, trok het gezelschap van Aalst, sprak Stefan van Loock nog met de maker van de winning goal, Leo van der Elst. Leo van der Elst, invaller en matchwinnaar en Prins Carnaval ook nog zeker? Ja, het is een heel belangrijk doelpunt, denk ik, voor Eendracht Aalst, zeker in deze periode. U ziet het hier inderdaad achter mij, het is Oost Carnaval. En ik denk dat dat op vele vlakken deugd doet. Het is een verdiende overwinning en jullie waren goed bezig in die tweede helft. En je valt ook in op het moment dat de ploeg goed bezig is. Ja, ik denk dat het op dat ogenblik was het dus 2-1 voor Serein, maar ik denk dat we echt in de wedstrijd zaten. En dan was het niet echt zo moeilijk om direct de goede draad op te pikken. En dat hebben we dan ook gedaan. Dan is eerst Eddy nog ingevallen, die heeft dan gescoord. En met wat geluk heb ik dus de laatste doelpunt kunnen maken. Maar ja, Aalst is een rare ploeg, hè. Dat weet iedereen. We hebben al vele rare wedstrijden gespeeld dit seizoen. En nu ook wel, we komen 2-0 achter en we blijven toch knokken om het nog te kunnen goedmaken. En dat is dan ook gelukt. Serieus opsteker met de komst van Club Brugge volgende week. Belangrijke match voor jou, hè? Het was natuurlijk een belangrijke match voor mij. Ja. Er wordt al de hele week over gepraat, over Club Brugge. Plus het feit ook, je hebt er 4 jaar gespeeld. De mooiste jaren eigenlijk van mijn carrière. En als die mannen dan nog eens komen, dan is dat natuurlijk een belangrijke match. Langs de andere kant is het ook zo dus dat we een beetje teruggezakt waren in de stand. We stonden plotseling op de 12e plaats. En nu met die 2 punten bij staan we terug bij de 6-7 eerste. Dus, en dat doet ook deugd. En ik denk, als we zo verder gaan, dat we nog een paar leuke wedstrijden kunnen te zien krijgen.